Zondag zal de anti-islambeweging Pegida demonstreren in het centrum van Nijmegen. Burgemeester Bruls zal de demonstranten scherp in de gaten houden, maar vindt dat iedereen in Nijmegen het recht moet hebben om voor zijn of haar mening uit te komen. Of het nou Pegida is, anti-Pegida, wie dan ook, iedereen mag op elk uur, elke minuut van de dag demonstreren. En ik weet dat heel veel mensen niets op hebben met Pegida. Het zal ook niemand verrassen dat ik daar ook bij hoor. Ik heb er weinig tot niks mee wat ze doen. Dat geldt trouwens ook voor sommige van de tegenstanders van Pegida, want die gebruiken termen waar ik ook niks mee heb. Maar ze zijn me allemaal even lief als het gaat om wat ik als burgemeester vind. Ik wil ervoor zorgen dat iedereen kan demonstreren. Dat betekent trouwens ook dat ik erop let dat mensen die er iets tegen hebben zich ook in de regels houden. Dus het kan niet zo zijn dat je wat we afgelopen zaterdag hebben gezien in het noorden, dat mensen op de snelweg gaan liggen om bussen van mensen die gewoon legitiem komen demonstreren tegenhouden. Dat zal ook in Nijmegen niet getolereerd worden. Dat betekent dus ook als mensen denken, dat zeg ik maar even voor uw camera, dit te kunnen verstoren, kunnen tegenhouden. Nee, dat zal niet gebeuren.